energielasten die verdrievoudigden zo'n beetje in een nieuwe situatie. Dat hapt erin en dat gaat ook niet goed komen. Dat wordt gewoon een, excuus helemaal, een puinhoop. Wanneer komt iemand in aanmerking voor de voedselbank? Iemand komt in aanmerking voor de voedselbank als die na aftrek van de minposten, dus de kosten die hij heeft voor levensonderhoud, hè, dus huur, gas, water, licht enzovoort, van het inkomen onder een bepaald bedrag komt. Dat bedrag dat is gekoppeld aan het niveau wat het NIBUD vaststelt als zijnde een armoedegrens. Zo gauw je daaronder komt, dan kun je een beroep doen op de voedselbank. Kunt u daarin uitzonderingen maken voor mensen? De mensen die daar de intake doen, dus de inventarisatie, die kunnen daar uitzonderingen maken. Ten eerste, ze hebben van het bestuur mogelijkheid gekregen om tot 15% boven die norm te gaan zitten. Zeker in deze tijd is dat wel heel handig, want de situatie verandert bijna per maand. Daarnaast mogen ze elke andere uitzondering maken die zij nodig vinden, op voorwaarde dat ze achteraf aan het bestuur uit kunnen leggen waarom dat de uitzonderingen gemaakt zat. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die in een schuldsaneringstraject zitten, een gezin waar kinderen in huis zijn en dat soort andere buitengewone situaties nogal meer. Dus die uitzonderingen mogen ze maken. Door allerlei oorzaken zijn het dure tijden. Ja. Merkt u daar iets van als Voedselbank Almelo? Ja, wij maken ons daar nogal wat zorgen over. Als je dus de geluiden hoort, vorige week hoorde ik een voorbeeld van iemand die was energielasten, die verdrievoudigde zo'n beetje in een nieuwe situatie. Dat hapt erin en dat gaat ook niet goed komen. Dat wordt gewoon een, excuus helemaal, een puinhoop. Melden alle mensen zich ook aan die in feite in aanmerking komen voor de voedselbank? Dat wij hebben op dit moment ongeveer 210 klanten. En ik weet zeker dat er 500 tot 550 gezinnen zijn die een beroep op de voedselbank zouden kunnen doen. Dat is uitgezocht. Dat is samen met de gemeente demografisch onderzoek. En dan kom je tot die slotsom. Dat was in eind 2019. Ik durf er niet aan te denken hoe die situatie nu begint te worden. Dat is, wij hebben landelijk besloten om de capaciteit met 50% te vergroten. En dan praten we dus over bedrijfsruimte, nou die hadden we gelukkig genoeg, maar koel- en vriescapaciteit, want dat is wel heel kritisch. En dat is een fenomeen wat we nu afgerond hebben. We hebben ondertussen hier dus 50% grotere vriesruimte staan, maar 4 keer zo grote koelruimte. En achteraf gezien zijn we daar ten eerste perfect mee op tijd geweest, maar we zijn er ook ontzettend blij mee dat we dus dat gedaan hebben.